Hoe kan je nou iemand zo aanpakken waarvan de OM-topbaas zegt dat hij gewoon wethouder had kunnen blijven? Wat ik hier nu allemaal hoor. Ja, als dat echt zo is, dan moet je hem op water en brood zetten. Nieuws. Hey Richard, oude crimineel. Hoi, nou ben jij in dienst van het Openbaar Ministerie dat je zulke rare dingen tegen me zegt. Vandaag is weer opnieuw een zitting. Ja. Je hebt nu heel even pauze, of wat ja, zit er nu? Ja, dan eventjes aan het ademhalen na zoveel onzin om het laatste rukje eraan te geven. En dan zijn we voor vandaag klaar. Ja, want heel even resume. Jij hebt je zaak gewonnen. Ja. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om in hoger beroep te gaan. Eigenlijk wegens exact dezelfde redenen. Ook al heeft de rechtbank toegezegd. Nee jongens, het is geen omkoping. Hij is geen leider van een criminele organisatie. OM zegt... Jawel, hou je mond. Lekker, we gaan nou, toch door. Ze hebben het wel ietsjes uitgekleed, de term criminele organisaties, waar we ze met 3,5 jaar lang voor vervolgd en opgejaagd hebben, die hebben ze eruit gelaten. Mijnet is eruit. Ze hebben natuurlijk ook de OM-sorry-machine aangezet. Hè. Sorry voor het knippen en plakken in het dossier. Sorry dat u geen wethouding meer bent. Van ons had u niet weggehoeven. Dat is de letterlijke quote van OM-topbaas Rinus Otte. Ja, en ze hebben ook heel goed begrepen dat ik heel erg boos op ze was, heeft oud-OM-topbaas topbaas van de burger gezegd. Ja, en ze staan hier nu wel een boek af te draaien, als waar het ik ben de grootste crimineel van het westelijk halfrond. Ja, want waar ze je voornamelijk op willen pakken is omkoping. En je had beter moeten weten. Ja. Je had moeten weten voor wat hoort wat. Ja. Kan je je daarin vinden? Nee, totaal niet. Ik hou me ook vast aan hetgeen wat drie rechters in Rotterdam hebben gezegd. Namelijk dat invloed ook bij donateurs helemaal niet verkeerd is. Als je maar als wethouder generiek beleid maakt. Nou, dat hebben wij gedaan. Wij hebben geluisterd naar de gehele vastgoedsector om woningen te bouwen in Den Haag is nogal belangrijk bij een woningnood. We hebben geluisterd naar de gehele horecasector om het uitgaan in Den Haag leuker te maken. Nou, dat je daarbij ook luistert naar je donateurs. Nou goed, daar hebben de rechters duidelijke uitspraken over gedaan, volledige vrijspraak. Ja, want dat is waar het pijnpunt zit voor het OM. Jij hebt giften ontvangen van bepaalde mensen en die zeiden van we willen dat jij wethouders gaat leveren en we willen dat jij ons beleid gaat uitvoeren. In ieder geval dat zegt het OM. Ja. Wat klopt daar wel van, wat klopt daar niet van? Nou, dat is klinkklare onzin. We hebben natuurlijk 85 pagina's verkiezingsprogramma gehad. Nou, om even een beeld te geven, 15 regels uit dat programma, daar hebben de vastgoedjongens bij meegedacht. 15 regels over 85 pagina's. Dus ja, dat geeft alleen al aan dat we dat verkiezingsprogramma samen met de stad hebben gemaakt. Ja, en dus dat deeltje vastgoed ook voor een klein beetje met de vastgoedsector, waaronder een aantal donateurs. Ik had gehoopt dat ze zouden afschalen. Nou goed, ze gaan weer van dik hout zagen met planken. Al hebben ze de grootste beschuldiging, die criminele organisaties, twee zelfs, die hebben ze laten vallen. En hoe kan je nou iemand zo aanpakken waarvan de OM-topbaas zegt dat hij gewoon wethouder had kunnen blijven? Wat ik hier nu allemaal hoor. Ja, als dat echt zo is, dan moet je hem op water en brood zetten. Ja. Maar gelukkig is dat niet zo. Hoe lang gaat het hele proces nog duren, denk je? Nou, gelukkig hebben we morgen al meteen het slotpleidooi van advocaat Plasman. De dagen daarna zullen ook nog slotpleidooi volgen van andere advocaten. En dan is het nog het laatste woord. En dan ga ik ook nog een zegje doen. En dan probeer ik wel gehakt te maken van het Openbaar Ministerie, wat weer de corruptiebril op heeft, wat weer rigide is, ja, een beetje alles doet wat de drie rechters in Rotterdam al gezegd hebben. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!